De uitdaging was om de binnen- en de buitendienst beter te laten samenwerken en eigenlijk van hun eilandjes af te halen. Ja, we wisten dat mensen verbetering wilden, de vraag was alleen hoe. De reorganisatie voor ons betekent dus dat we dus kortere lijnen hebben met minder leidinggevende functies. En dus ja, korter, echt in die zin korte lijn, dus kort na het optreden. En het moest ook gebeuren, want er waren inderdaad te veel opzichters, te veel voormannen op het personeel wat hier liep. Dus de taakverdeling is nu wel redelijk goed daar, ja. Ik ben wel over te spreken. Ja. Nou, het werd al snel duidelijk dat verbetering nodig was in de structuur, in de ondersteunende middelen en in de onderlinge samenwerking. Wat we zagen is heel veel betrokkenheid bij de stad, maar ook heel veel deskundigheid. Maar wat we ook zagen is dat niet alle mensen op de juiste plek zaten. En toen hebben we Liesbeth in de arm genomen om ons te helpen de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Mijn ervaring is dat als mensen echt hun talenten ontdekken en die ook gaan benutten, dat dat eigenlijk het begin is van de echte verandering. En met die kennis van wat mensen in huis hebben, konden we aan de slag om de organisatie opnieuw in te richten. Ik werkte als opzichter bij de buitendienst en ik volgde uit die tijd al een studie civiele techniek. De reorganisatie kwam op dat moment ook aan en Rob Spit en Liesbeth die hebben mij geholpen om binnen die reorganisatie een nieuwe functie te gaan bekleden. En dat was projectcoördinator. Dat sloot mooi aan bij mijn opleiding en ik kan nu de expertise die ik mee heb genomen van beheer goed gebruiken in mijn nieuwe functie. Er werden, nadat duidelijk was dat er een reorganisatie plaats moest vinden, allemaal gesprekken georganiseerd met Rob Spit. Ieder kreeg in de eerste ronde een persoonlijk gesprek waar hij ging verkennen van hoe iedereen erin stond, wat ze zouden willen, wat ze voor ambities hadden. Ik ben nu beleidsondersteuner bij de cluster beleid en beheer en ik heb hier eigenlijk helemaal mijn draai gevonden. Nou, voorheen was ik voorman civiel. Ik stuurde daar de buitenmedewerkers aan. En daarbij deed ik ook het beheer van het beheersysteem. Ik heb de mogelijkheid gekregen om me helemaal te focussen op het beheersysteem. Toen heb ik gesprekken gehad met Liesbeth van Weert en Rob Spit. En daarbij heeft Liesbeth van Weert mij aanbevolen voor het beheersysteem. Nou, dat doe ik tot heden in een nieuwe organisatie. Nou, ik vind het helemaal geweldig en het gaat goed zo. Wat je nu ziet, is dat mensen met veel meer plezier samenwerken en met een beter resultaat hun werk doen. Dus wat je ziet is, als je investeert in mensen, dat dat gewoon heel veel oplevert.